Ja, wij zijn natuurlijk heel blij met uiteindelijk nog het gelijke spel. Een bijzondere situatie inderdaad als een doelman scoort. Zeker als je net voor die situatie een goal tegen krijgt, waar je vanaf een minuut of 10 met team ook verder moet. En enorm als team hebben gestreden, veel meters hebben moeten maken om team de helft te kunnen verdedigen. En daarop proberen nog gevaarlijk in te zijn. Dan is die laatste goal van Jordi natuurlijk extra, voelt fijn aan. We begonnen goed. Ik denk dat Niels een hele mooie kans kreeg. Met zijn linker waarschijnlijk voor de keeper. Ja, en daarna inderdaad, wat mijn collega zegt, is die rode kaart al heel bepaald voor de wedstrijd. En die valt weer zo vroeg. En ik heb hem net nog teruggezien. Maar ik kreeg hetzelfde bijvoorbeeld als wat ik met Jon al bij de wedstrijd had. Dat is gewoon heel slecht gedaan. En het is niet de eerste keer dat wij een rode kaart krijgen voor dit soort overtredingen. Dus dat is niet goed. En ook hetgeen wat daarna gebeurde, volgens mij ging de bal door de muur. Dus ook dat is iets wat niet goed was. Ja, daarna, wat ik net zei, hebben we denk ik heel erg gestreden en proberen met name via de rechterkant, of dan via Daan was die dreigend was, of Mick die de diepte in loopt, of Jordi die over Moussa Kalisse heen kon duiken. Voor de dreiging probeer te zorgen en daar kwam die penalty uit. Ja, de tweede helft hebben we net aangegeven. Ik kon even terugkomen op ook die goal die we tegenkrijgen. We geven heel weinig kansen weg met 10 man, maar twee situaties en waar die vrije trap hebben komt. En ook die laatste goal. Daarin vind ik dat wij verdedigend gewoon fouten maken die gewoon niet meer mogen op dit niveau. En gelukkig, dan val ik in de herhaling. Maak Jordi nog die mooie goal.